Anouk en Wilke, hebben jullie zin in een spelletje? Henk Jan, kom je er ook bij? Haha, lekker voor je. F*** op! Krrr, ik word gek! Nee. Nee! Boom, daar zijn we, een nieuwe editie van Beamplay. Ik ben je Beamplayboy en elke week test ik een christelijke game, zodat ik jou kan vertellen of die game leuk is of niet leuk. Ik heb sowieso aan het begin niet leuk nieuws, want dit is de allerlaatste aflevering van Beamplay. Bedankt voor alle leuke reacties, dankjewel daarvoor. Ik vond het fantastisch om sommige spellen te spelen, andere wat minder. Maar hopelijk gaan we eruit met een bang! Want het is tijd voor de laatste. We hebben dit zo vaak gerepeteerd. Joram. Yo Joram, je speelt zometeen The Bible Game. Het christelijke multiplayer spel op de PlayStation 2. Je zit zometeen in een spelshow samen met Henk Jan, Anouk en Wilke. Learn about the Bible while you have fun. Anouk en Wilke, hebben jullie zin in een spelletje? Nee. Henk Jan, kom je er ook bij? Ik heb chips en cola. Dus als je wilt chillen is geen probleem. The Bible Game, press start. Oké, okay, ik ben 3, dus ik mag als eerst kiezen. Ik ga natuurlijk voor de straat, jongen. Klaar. Ja, en dan doe je naar beneden, Wilke. Met wat naar beneden? Met die... Perfect. Daar gaan we. Het is net that's the question. Question. Do unto others. Do unto others. Mooie quote. En hier is uw presentator, Andries Knibbel. Let's decide who's going first. Oké. Oh. Ik wil niet als eerste. Oh, moet ik iets kiezen? Of gaat dit gaat klikken. Ik doe niks. 20 minuten staat er. Het gaat vanzelf, denk ik, toch? Testament trivia. Ja. What is the sign of the covenant that God will not flood the earth? The rainbow. Ja. Vierkantje. Was dit goed? Moet ik iets doen nu? Nee. Oh, we moeten allemaal antwoorden. Het is net Kahoot. Je moet gewoon het snelste antwoord geven. Ik was tweede, ja. Oh, dat is laatst. Dit is zo vet. Oh, we gaan vechten. Nee. Wel? Ja. You must flee Egypt. We moeten vluchten uit Egypte. Oké, daar gaan we. Dan moeten we... Be light. Ja, la la la. Oh, ik ben de rode zee gelijk al. Jongen, alleen wij zijn nog over. Nee. Stop. Ik ben geel, hè. Oh, je kunt elkaar duwen. Ja, je kunt elkaar duwen. Go away, go away. Oh, de tijd is bijna op, mensen. Waar ben ik? Oh shit, wie is rood? Wie is rood? Oh, jij hebt gewonnen. Oh, jij hebt echt... Holy shit. Denk je, hoe heb je dat gedaan? Hij heeft iedereen weggeduwd. Zo ben ik niet. Ik heb niemand geduwd. Weer vechten. Ik vind het helemaal niet leuk. Nou, ja, omdat je verliest. Nee, maar ik als christen... Oh, we mogen stenen gooien naar de Filistijnen. Alright, let's go. Yes! Of niet? Nee. Dat was ik volgens mij. Ja. Ik word gek. Sorry, ik word heel agressief als ik verlies. Oh, nu sta jij wel hard vooraan. We moeten even Henk Jan kiezen. Ja, Henk Jan moet weg. Ja. Henk Jan mag kiezen! Oh, degene die bovenaan staat is de... Oh, de gotcha. Help Samson tear down the temple. Oh, je moet gewoon heel vaak doen. Oké. Okay. Oh. Huh? Moet iedereen dit doen? Moet allemaal doen? Doet iedereen dit? Huh? Ik weet het niet. Ik snap er niks van. Oh, ja, het was gewoon lucky. Je had een goede dit was gewoon je bonus. Dat was alleen Henk Jan. Jemig. How many great lights did God make during the creation? Oh shit, ik heb verkeerde antwoord gegeven. Kan ik terug? Nee. Dat is een beetje het concept van de quiz. Er zijn er maar 2. Ik dacht 1. Ja, ik dacht de sterren ook, maar die geven helemaal geen licht. Jump from rock to rock to collect the manna. Oh, de manna, dat is dat brood dat uit de hemel viel. Let's get it. Hoe moest het? Oh, dit is lava of zo. Maar mag je wel of niet door de lava? Hoe spring je dan? Oh, ik heb het. Kijk, je moet X ingedrukt houden. Dan krijg je zo'n vakje en dan kan je springen. Oh, vet. Dat is echt cool. How you will do it unto others, hè? I learned it in this game. Jullie zijn irritant! Ga weg! Ja, stom. Maar deze win ik niet! Deze win ik niet. Henk Jan heeft 777 punten! Oh, wat? Dat is het getal van de volheid! Ja. Goed gedaan! Daar gaan we jongens, 120 punten. Oh, fire. Je mag weer! Oh nee, gepauwde potten aan het eind van de regenboog. Je krijgt 500 punten erbij ineens. Zo, ik sta tweede ineens. Ja. Okay, challenge game. Oh, dan mag iedereen, hè? Iedereen mag. Destroy Pharaoh Snakes. Vet. Oh.
Dit is cool. Oh, kak, ik ben dood. Ik ben dood. Oh, Johan komt er maar af. Oh, nee, ze is al... Wat? Hoe lang duurt dit? Ah! Ik heb een test. Ik win deze, hoor. Ja, shit, ik ben de laatste volgens mij. Het graf. Die is met een graf. Nee, de 10 geboden. Doe ook. Oh, de 10 geboden. Oh, wacht, ik wil heaven. Ik wil heaven. Wacht even. Commandment. Collect from leader, heaven or everyone. Ik snap het. En ook druk nou eens. Ik druk. Ja. Oké. Okay. Oh, je krijgt nu van Heng Yang krijg je punten. Wat heeft dit dan met de Ten Commandments? Ja, jij was de leader in de game. Haha, lekker voor je. Challenge! We gaan dit doen. 7 minuten. Let's go. Alright. Dat kan niet. Hoe is dit? Ja, jij gaat de hele tijd klikken terwijl ik nog niet weet wat ik dan moet doen. Ja. Je moet in dat hol pakken. Ja, maar hoe? Met wat moet je dan weer... Oh, met X, oké. Snapt iemand hoe dit werkt? Nee. Maar ik heb een afwijking. Ja, hij heeft een afwijking. Ja, klopt. Dat is een rondje. Ja, het is inderdaad een afwijking. Zo kunnen we ervaren hoe Henk Jan. Hoe maar bij mij zijn geen ringen op de goede plek. Het is zo'n glijbaan. Nee, je bent zelf een glijbaan. Ja, maar kom maar. Henk Jan heeft weer de Wilke, jij hebt zoveel punten. Hoe kan dat nou? Had ik de meeste? Ik had de meeste punten. What did Moses turn into? Dit is makkelijk. Oh, sorry. Ik druk op de verkeerde. Your answer was incorrect. Ja! White like coriander seed and tasted like wafers made with honey. Manna! Deze had ik als eerste, denk ik hoor. Ja hoor. Nee, ik moet punten weggeven. Dat is helemaal niet leuk. Dat is erg. Je hebt nu 100 punten naar Anouk gegeven. Ja. Not bad. Dit is een soort deal or no deal. Je kan de laagste pakken. Oeh, dit is een van de 10 plagen. Henk Jan ziet ze ook zo omhoog doen. Oh, wow, je wordt... Kijk wat jij doet. Jij doet... Nee! Ja, voor die flauwe grap. 1700 punten eraf. Oh, die krijg jij erbij. Nee. Wel, ik heb punten erbij gekregen. Jij staat nu laatste. God, man. Dit is niet hoe ik de Bijbel ken. Ja, ik ben klaar gewoon. Uh-oh. Nee, je kan ons nog wel inhalen. Ik bedoel... Anouk, geef je mij nu punten dan. Ja! Die het is alles bij mij! 235 punten. Kijk hem gaan. Zo dans jij ook in het echt. Ja. We gaan bidden. Oh, we gaan eindelijk bidden. Nou, ik bid dat jullie weg zijn hier. Oh nee! Wilke heeft een plaag. Ja hoor, 879 punten weg. Je bent allerlaatste, Joram. Nee! Nee! Oh jawel, je bent net nog laatste. Oh, yeah. We are commanded to move on to the grace of God final round. Grace of God. Dat is vet. Round. Dat is vet. The person with the lowest score goes first. Oh, dan mag jij. Dat is de grace of God. Halleluja. Oh, het is gewoon een roulette. Oh ja. Oh, dat is niet heel christelijk. Dit is gewoon gokken. Dat kan toch niet? Ik snap kan echt niet. Nee, ik doe ook niet mee. Er komt confetti uit het plafond, dus ik denk dat er een einde komt. Oh, jij bent laatste. We klappen wel voor je, zie? Goed gedaan. Heel cool. Lekker gewerkt. Hoe kan dat? En dit was Beamplay voor deze week. Dit was Beamplay. Ah, man, ik vind het echt stom dat jij gewonnen hebt. Ik vond het echt een vet spel, toch? Ja, wat vonden jullie, jongens? Ik kan het nog een keer doen. Nee, het was leuk. Je leert elkaar beter kennen. Ik krijg nog een kaartje in mijn handen. Oh, de reviews. Willen jullie de reviews weten? Ja. Landon zegt God rules all. And this game rules too. Bob Qualico die zegt, onder de religieuze boventonen is een middelmatig gezelschapsspel. Oh. Dan hebben we Justin M. die zegt, dit spel is geweldig. Ik speel dit bijna elke dag met mijn man en dochter. Wat hebben we genoten, jongens? Ik vond het leuk. Henk Jan, gefeliciteerd met de overwinning. Dit was Beamplay voor deze week. Vond je het nou ook leuk? Laat even een reactie achter. Vinden we mooi. Blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Wat doe jij nou? Word jij, val je in de geest nu of zo? Goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Zullen wij nog een potje doen, jongens?